Mijn naam is Joost Boermans. Ik ben uroloog en werkzaam in het Erasmus MC Kankerinstituut. Ik heet u welkom bij het Blaaskankercentrum. U bent door uw huisarts of specialist verwezen naar het Blaaskankercentrum. Vanzelfsprekend komt u hier niet voor uw plezier, maar mijn team en ik zullen alles proberen om de bezoeken voor u zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Maar belangrijker nog, zullen wij in samenspraak met u en uw naasten komen tot een behandeling die het beste bij uw situatie past. Blaaskanker is een relatief onbekende vorm van kanker die toch heel vaak voorkomt. Bij mannen staat blaaskanker in de top 5 van meest voorkomende kankersoorten en ook bij vrouwen staat blaaskanker in de top 10. Tussen 2001 en 2011 is het aantal nieuwe gevallen van blaaskanker in Nederland met 30% toegenomen. Blaaskanker is grofweg in te delen in tumoren met een laag risico, niet-invasieve blaaskanker, en tumoren met een hoog risico, invasieve blaaskanker. Het Blaaskankercentrum is met name in het leven geroepen voor deze laatste patiëntencategorie. Binnen het Blaaskankercentrum werken wij met een team dat bestaat uit urologen, oncologen, bestralingsartsen en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn op het gebied van kankerzorg, psychosociale ondersteuning, wond- en stomazorg en incontinentie. Daarnaast worden wij bijgestaan door een radioloog, een patholoog en een seksoloog die alle specifieke kennis hebben over de patiënt met blaaskanker. U ziet hier zo dadelijk hoe een eerste bezoek van een patiënt aan het Blaaskankercentrum verloopt. Zo wordt er bij uw eerste bezoek standaard bloed afgenomen voor onder andere nier- en leverfuncties en soms wordt een nieuwe CT-scan gemaakt. Voorafgaand aan uw bezoek heb ik namelijk de gegevens van uw specialist bekeken en heb ik beoordeeld of er aanvullende onderzoeken zoals een CT-scan of blaasspiegeling nodig zijn. Vaak worden ook de weefsels van de blaastumor die eerder bij u zijn afgenomen opnieuw door onze gespecialiseerde patholoog bekeken. Goedemorgen, dokter Hollands. Is de Niezen, verpleegkundige. U bent hier vandaag voor een intakegesprek. Ja. Wij zullen u vertellen hoe de middag zal verlopen. Okay. Neemt u alsjeblieft plaats. Ja, hierna volgt het intakegesprek met mij in het bijzijn van de verpleegkundige. En de verpleegkundige zal daarna ook apart nog met u spreken. En zij zal u en uw familie die middag verder begeleiden bij de gesprekken met de oncoloog of de bestralingsarts. Aan het einde van de middag hebben wij met het hele behandelteam een overleg waarbij we uw situatie bespreken en een definitief behandelplan maken. U bent zelf niet bij deze bespreking aanwezig. Het kan zijn dat u geopereerd moet worden waarbij uw blaas verwijderd wordt. Tijdens deze operatie moet ook een vervanging voor de blaas gemaakt worden. Dit kan een urinestoma zijn of een totale nieuwe blaas die van dunne darm gemaakt wordt. Soms wordt een operatie voorafgegaan door chemotherapie. Indien u niet geopereerd wordt, kan u bestraald worden. Een bestraling van de blaas wordt vrijwel altijd gecombineerd met chemotherapie. In hele specifieke gevallen is het mogelijk om een korte uitwendige bestraling van de blaas te geven en deze te combineren met een inwendige bestraling. Tot slot, de diagnose kanker is verschrikkelijk om te krijgen. Het kan iedereen overkomen, want kanker maakt geen onderscheid. Kanker brengt veel spanningen en onzekerheden met zich mee. Mijn team en ik zijn ons daarvan doordrongen en wij zullen alles doen wat in ons vermogen ligt om u en uw naasten door deze zware tijd heen te loodsen. Wij gaan voor een zorgvuldige en multidisciplinaire aanpak waarbij we u de meest optimale behandeling op maat willen bieden. Mijn team en ik wensen u daarbij heel veel sterkte toe.